Een lesauto inhalen. Nice. Een bekertje. Heel goed. Kijk eens, die mag. Kijk eens. Boom. Zo! Kijk eens, mafkees. Kijk eens, laat hem gaan. Hey, de auto stoot er los nog. Mafkees, terugschakelen. Had je niet gezien, hè? Nee. Ja, sukkel, hè? Ja, we hebben op de camera. We gaan het straks op bekijken. Hij is auto naar de kloot, hè? Sukkel. Wow. Ik heb hem geëtnisch profileerd, gewoon puur op basis van zijn stem. Hindoestaan? Surinaamse Hindoestaan. Ja, we hebben op de camera. We gaan het straks op bekijken. En vertrouw nooit een chauffeur in een witte Mercedes. Nee. Je moet eens opletten. Zelf ga ik na 35 jaar weer met de auto rijden. Echt? Ik heb 35 jaar niet gereden. Waarom? Omdat ik alcohol en angststoornis enzovoort. En nu met de kleine ga ik weer een auto kopen, een oldtimer. Ik heb wel, toen ik dan dronk en met de auto reed, ging ik eens van het derde rijvak naar het vierde. En het waren er maar drie, snap je? Ja. En toen ben ik uitgestapt. Mijn eerste vrouw zat bij mij en die, ja, voor hetzelfde geld ben je allebei dood. Hè. Ja. Zat ik in die vangrail helemaal. En dan ben ik uitgestapt en gezegd, ik reed nooit meer met de auto. En dat is nu 35 of langer geleden. Kijk eens, boom! Ik vind het wel knap dat hij daarna gewoon doorrijdt. Ja, hij doet het wel goed hoor. Ja, ik zou ook echt even bij moeten komen van wat. Maar ja, je weet al wat je doet. Je bent er gewoon als een idioot aan het rijden natuurlijk. Het is gewoon Duitse kwaliteit, hè, die Mercedes. Die rijdt gewoon door. Het heeft helemaal geen zin, want hij staat bij dat stoplicht gewoon weer voor rood. Oh, hij is ook nog gesnapt. Een voertuig die, dat is al een taalfout, maar inhaalt met een D. Wij van de verkeerspolitie hebben het filmpje ook gezien en zijn inmiddels een onderzoek gestart. Ja, dit is toch wel weer in de goede traditie van de NSB dat we dit op Dumpert hebben opgelost. Lekker bezig. Gisteren ontdekt waarom in Nederland vaak de gordijnen open zijn. Ja. Dat kwam omdat in de oorlog deden mensen een gordijn open om aan de passerende Duitsers te laten zien, we hebben niks te verbergen. Er zitten geen Joden in ons huis. Kijk eens, boom! Ik vond het wel een leuk, spectaculair filmpje. Ja. Vier reten. Kijk, Nat. Dat kom op, man. In de water. De bedreiging. Ik voel me ook in, jongens. S'avonds laat je mij alleen. Zet die herrie uit. Die is even rustig. Kapperdut. Hebben we niet een lekker Vlaams plaatje of zo? Dit is de Gentse muziek. Willy Sommers, als een leeuw in een kooi. Geen film op tv, geen zin in het café en ik huiver. Dit is Willy. Willy. Ik draai hier rond en rond en rond. Als een leeuw in een kooi. Aan wanhoop ten prooi. Ben jij een stukje appeltaart? Aan wanhoop ten prooi. Gewoon geweldig entertainment. Mooi nummer, hè? We zijn in Gent. Voor... Zit het erin? Appel. Dan kondig ik je even aan. Wacht even. Oké, één moment alstublieft. Ja, België, het gaat wat langzamer hier allemaal. We zijn in Gent bij Herman Brusselmans. Ja! Ik mag zeggen, inmiddels vriend van de show. Ja, een van jullie beste vrienden. Ja. Dus onze beste Belgische vriend. Ja. Waar is Olga eigenlijk, Herman? Wel, ik had Olga gevraagd om deze keer ook mee te doen. En ze stuurde heel sec, ik kan niet. Ja. Met punt. Dat is meestal, sterrentaal voor ik wil niet. Dus Olga is er niet, jammer genoeg. Gelukkig hebben we Gina. Hey! Gina, jij zit al een uur te wachten om je borsten te laten zien. Wat is er gebeurd? Nee, ik ga niet mijn borsten laten zien. Maar ik heb hier ondertussen, maar hier ben ik dus aan het vervellen. Hier, zie je het? Ja, nu al. Als je het resultaat wil zien, oftewel Gina haar bruine kont, kijk dan op haar Instagram. Laat dan eens even van Herman zien, dan kan die ook meegaan. Kun je nou even één keer naar mijn billen kijken? Ah, mooi bel. Mooie benen ook. Dank je. Voor zo'n klein droppie heb je nog lange benen nemen. Herman, wij zijn nu vrienden, dus ik moet ook even informeren. Maar je bent vader inmiddels. Ik ben een jaar en anderhalve week geleden ben ik vader geworden van een zoontje, Roman. Nog gefeliciteerd! Dank je wel. En ik ben helemaal in de wolken met dat ventje. Het is niet simpel. Ik was 65, eerste kind. Ja. Mijn vriendin is 32.
En het was niet echt gepland of zo, maar het was een beetje onverwacht. Je schrok je dood, je schiet ineens raak. En hoe, het is echt een fantastisch leuk man. Hebben we daar ook beelden van? Of staat er iets online van jouw kind? Nee, nee, dat proberen we zo'n beetje te vermijden. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Gooi gewoon een foto van Dr. Evil, alleen dan die kleine. En dan met de vraag van Herman Brusselmans. Ja. Nou, ga maar eens filmpjes kijken, denk ik, hè? Ja. Voor context, voor de mensen die kijken, het is hier echt bloedje heet. Nou ja, nee, dat moet je niet doen, man. Jesus Christ, hoe dom kun je zijn. Hij schrikt ze gewoon dood. Ik heb echt medelijden met dat beest dat je moet op om te leven bij zo'n eikel, weet je wel. Die hond kreeg van mij 5 reten en die man 1 reet. Wat mij het meeste stoort is hoe die man rent. Dat ziet er zo onnatuurlijk uit. Die heeft al 20 jaar niet gerend, moet je nou zien. Na 10 meter stopt hij al. Het is jammer dat hij niet valt en sterft. 2 reten. Ja. Nee, maar René heeft gelijk, ja. Zo iemand moet dof. We gaan even kijken naar de glow-up van deze jonge dame. Oh mijn god! Ken je dat spel The Sims? Dat je zo je, Sims, eigen, ja, ja. Dat je, je eigen poppetje moet maken. Ja, ja. Nou, dat doen mensen nu dus in het echt. Maar is dat alleen met make-up of is dat echt... Nee, lipspuiten. Jezus, wat een verschotten bek! Kun je nu wel gewoon 2 lullen in kwijt. Lekker wijf, 5 reten. Ik denk ook dat voor onze kijkers dat het gewoon nog steeds een hele goede catch zou zijn. Ja? Ja, tuurlijk. Ze ademt. Het pakt me wel eigenlijk, hè. Het is verschrikkelijk, maar het pakt me. Het heeft me bij mijn kloten, zeg maar. Ja. Ja. En jij hoeveel reden? 2? Ja, omdat het Herman pakt, pakt het mij ook. Ja, 3 reden. 3 reden. 3 minuten TikTok video. Oh! Hop, rotten, jongen! Zijn jij dat? What the fuck, raast, jongen, hé. Jij raast, hè, vieze vallen, laat weg. Hoeren lopen. Hier, allemaal bloed uit. Oh my god. Is dat Mel? Ik begin Ben, zijn leuk met andere mannen, daar ben ik filmpjes van. Waarom geloof je mij nou niet? Ze bloedt, want die heeft ook net de lippen laten opspuiten. Ja. Weet je, jij gaat aanslijken. Waarom? Ga je aangedaan? Waarom? Wie gaat hier nou met die alles zitten dan? Stel je voor, je zit gewoon lekker te chillen in je rukbunker. En dan komt ineens zo'n wijf zo door de gordijnen. Maar dat is zijn eigen vrouw, hè? Dat is zijn eigen vrouw? Dat is zijn eigen vrouw. Ja. Hier wil ik maar 5 jaar te zitten. Ik kom eraan. Ah, hier. Kijk. Wie staat erbij, hè? Doe de deur open. Mooi om woede te zien van mensen. Ja. Woede? Woede, dit is echt woede. Ja, dat is woedend, hè? Oh, woedend. Woedend. De woede. Wat dacht je dat ik zei? Woede. Woede. Jij geeft ook niet van die katten, hè? Die is allemaal... Lekker op, joh! Jullie ja. Ja. Ze zijn wel een beetje laat met de kerstboom aftuigen zo te zien, want ja. De ballen liggen er nog. Ik moet een neukje hier bij elkaar. Bij jou toch ook, jij doet hetzelfde. Wacht, kom nog je naam mee. Ja, en ze heeft ook bloed in haar gezicht. Dat vind ik toch wel, dat maakt het nog wel extra eng. Ja. Nee, of ze heeft net een vrouw gebeft die ongesteld was. Daar zat ik net over na te denken, ja. Ja, echt? Ja. Ben jij zo ziek in je hoofd? Ja, ik ben zo ziek in mijn hoofd dat ik dat dacht. Heel goed. Dat dacht ik dan weer niet. Wat weet jij dan van Beth, Herman? Weinig of niks. De laatste jaren, jongen, niks meer. Leuk om de thuissituatie van Thomas Bergen mee te maken. 3 reten. 3? Ja, 3. Ja, ik vind een -2 voor het afschuwelijke interieur. Laten we gewoon gaan kijken naar mensen die op hun bek gaan. Ja, komt u!
Dit is top. Nog een keer. Kut. Ik heb er nog een glimlach bij ook. Een glimlach. Hiervoor komen mensen naar Dumper, toch? Ja. Het is ook zo kort, gaat gelijk fout. Blijft ook grappig. Nu kan Roderick Pieter Anne Fleur niet meer correct vingeren. Ja. Oh ja. Nee, dit is voor One in the Pink en One in the Stink. Ik geef vooral voor die ringvinger geef ik toch 4 reten eigenlijk. Ik geef het 5 reten. Ja. Ik vind het echt geweldig. Oh, een hond weer. Nog een hond. Hey Fried, ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Ben je niet helemaal goed of zo? Ben je niet helemaal goed? Hoe lang laat je thuis staan? Ben je niet goed? Oh. Ben je niet helemaal goed? Oh. Hij is niet helemaal goed, nee. Huh? Ik loop de winkel in, ik ga weer naar buiten. Neem je mond. Nee, ben je niet goed? Ja, oprotten. Die gozer heeft die hond zomaar meegenomen. Yes. Oprotten, stamp ik je voor je bek, joh. Echt waar. Okay. Mooie mafkees. Nou. Debiel wat je bent. Ja, doe. Gek. Hij praat als een bekende... De beelders bent. Helemaal gek gewoon. Ik kom uit het noorden, denk ik zo. Zoiets, toch? Herman Fink is het... Enschede misschien. Nee? Ik kan er niet naar praten. Hey Fried, ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Ben je niet helemaal goed of zo? Ben je niet helemaal goed? Ik ben ook altijd bang als ik in de supermarkt in ga en ik maak mijn hond vast aan zo'n paal of zo. Ben ik ook altijd op mijn ongemak dat hij meegenomen wordt. Ja. Of je kind laat je buiten. Kind mag in de supermarkt. Ja. Ben je niet helemaal goed? Hoe lang laat je thuis staan? Hoe ben je niet goed? Ik vind het zo grappig dat hij vraagt: ben je niet helemaal goed? Hoe lang laat je thuis staan? En dan had hij daarna: oh sorry, ik ben niet helemaal goed. Ik wou trouwens een tweede hond kopen. Ik ging naar zo'n hondenkwekerij. En ik zeg: ik wil een hond, maar wel een bijzondere hond. Niet zomaar een hond. En die man zegt: kom maar eens even mee kijken. En hij loopt met die hond. En dat was een soort rivierachtig ding, een water. Ja. En die gooit een stok en die hond loopt op het water naar die stok en loopt op het water terug. Ik zeg, dat is wel bijzonder. Heel bijzonder, ja. Hoeveel moet die hond kosten? 3000 euro, zegt hij. Ik zeg, dat betaal ik niet voor een hond die niet kan zwemmen. Nice. Heel nice, heel nice. Nice, hè jongens? Fijn reden voor hem, man. IJzeren opa ruikt bloed, staat eronder. Toch vind ik boksen wel een mooiere sport dan het kickboksen. It's day one, the fun just begun. Ik heb een keer voor een filmpje van Dumpert en de Rabobank Maxim Hartman laten boksen. Je had gewoon zin om hem helemaal in elkaar te zien laten ronselen. Hey, Maxime deed voor geld, die moet wel eens voor geld. De Rabobank was zo blij met ons filmpje over Tommy Beugelsdijk dat ze ons een hele grote bak geld hebben gegeven om nog een filmpje te maken over uitblinkers. Dit is alweer 7 jaar geleden. Ik sta hier in Rotterdam. Nee, Boxing 82. Ja, wacht, dat wist ik wel. Ik sta hier in Rotterdam-Zuid bij Boxing 82. Iedereen in deze video is dood, ja. Ja? Behalve Maxime, maar dat zal ook niet lang duren. Toen dacht hij wel van, hoeveel geld krijg je hier ook alweer? Hoe lang nog? Zowel voor Mark Tyson als voor Maxime Hartman, 5 reten. Zo fijn, 100, 5 reten. Hi fashion lovers. Today we have a magical journey of transparent try on hell. Oh, ik vind het echt geweldig. Ik hoop echt dat dit mode wordt. Het is wel mooi om boos. Zo. Indulge in earthly elegance with this ensemble combining undisturbed 20th antique design elements. Een paal stift. Engels? Baron, is ze doof? Excuse the sophistication, Dalor. Crafted from spandex material. Ja, maar jij zegt dus dat je intelligent moet zijn om goed te kunnen zijn in bed. Ik denk het wel. Wat zou je er wel doen dan? Misschien is ze wel intelligent. Ik vind er wel vrij intelligent uitzien eigenlijk. Ja. Mannen. At the core of this ensemble is a white short-sleeved blouse. Ik ga dit soort shirts kopen voor mijn vriendin. Nee, ik draag die topjes ook, maar ik doe er wel een BH'tje onder. Ja, precies. Jij bent ook geen hoer. Dankjewel.
At the core of this ensemble is a white short-sleeved blouse. Ik geef toch 5 reden hoor. Het is een mooi meisje, ja. ze is vrij bescheiden. Probeert ze te normaliseren, ja, dat ze dus een topje draagt waar je de borsten doorheen, ja, precies, ziet. En daar zijn wij het mee eens. En die borsten zijn heel mooi, dus dat speelt ook. Ja. 12 reden. Ja. Ik zou het wel leuk vinden als het fashion wordt. Wij worden echt serieus, zeg maar, van YouTube afgeflikkerd als we gewoon 1 seconde 1 halve tepel in beeld hebben. Voor haar prachtige figuur geef ik er zeker 3 reten. Maar ik denk dat het daar wel heel even bij blijft. Ik weet niet wat ik er verder nog over moet zeggen. Kijk eens! Hallo! Hallo! Hallo. Kijk eens wat leuk. Dank u wel. Merci. Dank wilt u nog even hoi zeggen tegen de camera? Ja, even zo, bonjour, hallo. Bonjour, I'm René. Nee. Ja. Ik ben ook René. Ja. Ja, aangenaam. You know me? René? Nou. René Artois. Ja. Hé, maar mijn moeder heeft mij vernoemd naar René uit Allo Allo. Is dat met u ook gebeurd zo? Ja. Dat is wel echt ongelooflijk. En als iedereen dat ze komt, dan heb ik veel last. Ja. René. Stop. Nee, is die tobbe ronde die daarop zit? Mag ik die nog even? Ja, natuurlijk. Nou, proost op Ellie Hall. Ja. En op de terugkomst van Gina July. De terugkomst van mijzelf. Het is wel een vrij druk straat om een inbraak te doen. Oh ja hoor. Je hebt te veel La Casa de Papel gekeken. Jezus, wat heftig dit. Nou, ze worden in ieder geval helemaal kapot gemaakt. Wat ik wel leuk vind, is dat ze allebei hetzelfde pak aan hebben. Ja, daarom zeg ik, een beetje La Casa di Papel-achtig. Oh, nou, ik vind het ook wel iets zieligs hebben. Ja, ik heb wel medelijden met die 2 jongens. Ja, hè? Die zijn misschien heel arm en zo. Ja. Hou toch eens op. Nee! Wat een onzin! Hoezo? Zij zijn de boel aan het bestelen van mensen die keihard aan het werken zijn. Ja, van wie bestelen ze? Dat is ook... Ja, dat is een goede vraag, maar ik denk dat die mensen in ieder geval heel hard werken voor... Bank. Ja, nou... Fuck de bank. Ja. Het is een juwelier. Oh, het is een juwelier. Okay, nou, die mensen werken hartstikke hard om alles maar te kunnen... De juwelier wel weg, die legt gewoon een paar horloges in de etalage en dat zit. Juweliers die maken wel misbruik van mannen als ze op hun zwakst zijn. Dat is wel naar. Want je gaat er altijd heen als je het, zeg maar, echt... Ja, je moet iets hebben. Ja. Je betaalt altijd te veel. Zeg maar de diamantwaarde van een gemiddelde ring. Daar kan ik niet over meepraten. Nee. Lena, ik heb je ooit een ring gekocht. En nou? Ja, ik ga maar weer. En nou zitten. Dat vingertje erbij. Nee, ik vind wel een mooie video. Heb je nooit zo'n, dat je dan wel de fantasie hebt om dan zo'n kraak te zetten om een bank te overvallen? Nee, dat heb ik niet. Nee? Dat kraak ook niet, denk ik. Nee. Nou, ik wel. Oh. Jij wel? Ja. Ik heb wel andere fantasieën. Nice. 4 weten. Ik geef het er ook 4. Ja. Mooi. Ja. Wat? Ook 3? Ja, weet ik niet zo goed. Bedankt Gina. Volgende video. Mijn fiets is zojuist gestolen. Ik heb even gehuild, even paniek. Toen bedacht ik me, ik heb er 2 AirTags in zitten. Ik heb ook een AirTag, heb ik in mijn backpack gezet. Weet je wat een AirTag is? Zo'n ding. Staat ergens in Oost. Politiegeweld, die kan even niet helpen. It's just the two of us. Hij is verplaatst van locatie. Het is groen, hè? Dus we moeten snel zijn, want zij gaan ook snel. Mooie fiets, hè? Hoe is die? Dan durf je wel, hoor. Zo, ik vind het heel vet! 5 reet voor deze chick. Ik denk niet van jullie, of wel? Nee, hij is van mij. Is voor jou? Ja. Lekker fiets hoor. Wie heeft hem gestolen?
Ja. Ik was hier dan. Hier is kapot. Dus zo direct hoor. We hebben hem. Mission complete. We got him. Wij kwamen aan bij die fiets. En er stonden drie gasten omheen. En die stonden zo. Ja toch, goede fietsen. Ja, ze keken elkaar zo aan van, we did that. Dan begon de paniek. Bij mij en bij hun. Ik zou zien, ik ga vast rijden. Dan zeg ik maar zo jongens, what doesn't kill you makes you stronger. What? Kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Dat vind ik een beetje tegenval. Dat wordt weer van stal gehaald. Iedereen zegt dat al eeuwenlang. What doesn't kill you makes you stronger. En omdat die andere... dat andere meisje het ook nog eens gaat uitleggen wat we gezien hebben, vind ik ook een zwakte bot. Dus drie reden. Ja. Het had een mooi filmpje kunnen zijn, maar ze hebben het zelf naar de klote geholpen. Mission complete. Goed gedaan, meiden. Independent. Gewoon. Independent. Gas erop. Sorry. Okay. Houd op. Ik sla aan op Engelse woorden gewoon steeds. Leuk is ook een kutwoord, hè? Daar niet van. Maar wat zei ik? Drie reten? Doe maar twee reten. Ja, kutwijven. Ja. Hé, hey, nou, ik ben het hier echt totaal ja, niet mee eens. Ja, we zitten hier op te naaien. Vijf reten voor deze meiden. Inderdaad. Ze hadden hem achteraf gezien, hadden ze hem wel even iets eerder mogen stoppen. Daar ben ik het mee eens. No power. Herman, maar verder vind ik het echt... Kort, pittig en breekbaar, dat klinkt als mij. Ik zag net deze sticker op een doos zitten. En toen bedacht ik, misschien moeten we dat ook op kleding drukken. Want dan kan je dat aantrekken als je een keer denkt, wees voorzichtig met mij. Kan iemand dit idee oppakken? Ik heb geen tijd. Maar kan je wel head first van een flatgebouw afsmijten? Want dan kan je dat aantrekken als je een keer denkt, wees voorzichtig met mij. Kan iemand dit idee oppakken? Ik heb geen tijd. Ja, oké. Okay. Oh, wacht. De laatste zin maakt de hele video heel anders eigenlijk. Ja, ja. Nee, dus ik kom terug. Je hoeft toch niet van een flatgebouw af. Vier reten. Ja. Humor. En ook dat kapsel vind ik ook al minstens één reet waard. Ja. Plus, ik heb geen tijd. Drie reten. Ja, vier reten. Wees voorzichtig met mij. Ah, ja, ik moet er gewoon van zuchten. Ik vind het vermoeiend. Eén reet. Gina blijft even hangen, een moment. Ja. Dus een auto overrijdt die rand en dan laten ze zien dat er twee katten in die auto zitten. Omdat dat stuur draait ook, weet je wel? Ja, ja. Huh? Maar... Zat. Ja, zat. Zo kut. Ja. Ik vind het ook helemaal niet leuk dat ik hierom lach. Ik vind het helemaal niet grappig. Nou, die katten. Het slaat echt heel niks. Ja, ik vind het toch wel iets hè, met die kat. Vooral omdat dat stuur draait. Weet je? Ja, goed gedaan. Ja. Voor een internetfilmpje, er gebeurt van alles. Dood en verderf. Vier reten. Er is natuurlijk wel een dier dat zegt. Hè. Ik ga een dier dood. Ja, maar ja. Ik kan je opeten. Ja. Een rat, ja? Waarom niet? Ja. Ik geef het vier reden. Hi boys. I have a question for the men. What the fuck do you want? What is it? Het kan toch niet echt zo zijn? Als in, je flikkert het toch gewoon van jawel, af? Als dat heel goed die wielen goed gemonteerd zijn aan die stangen, dan kan dat. Dit vind ik, het slaat echt helemaal nergens op. Ik voel me als zachte, feminine man wel geïntimideerd altijd door dit keer. Ja, dat snap ik wel. Van motoren en staal. En... Voel jij je geïntimideerd? Nee, nee, ik ben gek op motoren. Ik heb er zelf twee. Dus oh. In dit vijf erin. Ik vind het fucking vet. Vijf ook? Vijf. Ja.
5. Ik geef het 4, omdat ik geïntimideerd ben. Net een videogame zo. Ja, dit is een gevaarlijke situatie. Ja, heel goed gezien, Regina. Je hebt er kijk op. Jeetje, jeetje. Je hebt wel vertrouwen in jezelf als je van een politiemotor gaat proberen weg te rijden. Dus politieman zonder handschoen, zonder in een t-shirt, dat vind je in Brazilië, dat vind je hier niet. Het is wel chill dat zijn vriendin zo relaxed is dat hij zijn motor binnen mag parkeren. Salon. Zij zit in de nagels. Zij is even lekker de acryltje eraf aan het laten halen. Dat zie je aan die vingertjes. Zo, maar dat is wel, weet je wel, die wijven, jongen, die komen wel voor je op, hè? Ja. Daar zo. De politie staat voor je deur en je vriendin gaat die agent gewoon lopen stompen. Jeetje, jeetje, wat gebeurt er toch allemaal hier? Oh ja, hij is gepakt. Hij is wel gepakt. Politie, ja. Ja, ik vond het iets te lang duren eigenlijk. Ja. Dat gerommel in die ik ook. In en ik verstond ze ook niet. Nee. Lekker man, lekker maat. Let hoor. Are you blind? You pulled out the roundabout and I'm coming down. The fucking was it, you dickhead? That's why I slammed on and I almost came up. Was that it, is it? You fucking knob. You fucking laugh at me, you twat. I'll break your fucking skull. Lekker voor je. Lekker voor je met je grote bakkes. Vet. Jezus. Heel vet. Nog een keer ergens op zijn bek natuurlijk, want het is natuurlijk niet voor niks dumpert. Nou, het gaat het goed. We lopen gewoon goed af. Het gaat wel weer heel goed hier opeens. Het loopt er goed af. Ja. Drie dingen. Ja, vind ik ook. Drie. Ja. Kunnen we hier nog even één keer de gasbrander laten zien? Ik ben zo trots op mijn filmpje. Wat is de gasbrander? Staat dat erop? Ja, mijn filmpje heb ik. Die hebben jullie er zelf opgezet. Nee. Ik pas je op in je vlam. Nou, alles staat in brand hier. Tranquilo. Oh, 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 oh. Is onze schoen staat ook in de fik? Oh, meneer. Heb jij dat gefilmd? Ja. Ja, maar achteraf super dom. Ik had hem natuurlijk gewoon uit moeten zetten en weg moeten rennen. Maar ik dacht alleen maar, dit is content. Kijk, dit was de oplossing. Goed gedaan. En toen uiteindelijk ging het allemaal wel. Vervring. Ja? Ja, omdat je het gefilmd hebt. Beste filmpje van vandaag. Nee! Ja, ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan.
Jezus. Vijf daten. Dankjewel. Ik ga hem gelijk afsluiten ook, denk ik. Leuk ook dat je weer terug bent, Gina. Ja, ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik heb weer genoten vandaag. Lekker lachen ook, met Gina. Ook weer van jou, Herman. Super. Leuk jou een keer te leren kennen. En ik zou wel naar jullie snel nog eens terugkomen. Hè? Ja, graag. Ik kan ook naar Amsterdam komen als ik vervoer heb. Maar het lijkt me veel handiger. Zoals als wij gewoon weer hierheen komen. Altijd naar hier komen. Ik vind het een heel leuk hotel. Goede service. Kamer, goede service. Ja. En meneer Spaghetti, wel Gert en Samson. Ja, Samson en Gert. Ja, die René heet René. Dus hallo, dus het was echt een top dag. Ja, ben je nog eens in Gent? Apart hotel Dali, daar moet je zijn. Waar moeten we gewoon betalen hoor, voor alle koffies die we gedronken hebben. Ja, maar hebben als je normaal een zaal gaat huren om te filmen, dan begin je op €500 over een uurtje of zo. Ja, oké. Okay. Nou, dus bedankt Apart hotel Dali, ook namens Gina, ondankbaar trut. Van wie we blij zijn dat ze weer terug is. Met een geitenlach de hele tijd. Nou. Sorry, ik zal nu ophouden. Ja! Ja. En bedankt aan Herman Brusselmans. Dat ja, super Herman, dankjewel. Kom, gaan we roken? En drugs gebruiken. Ja. Kijk, Nat. Dat komt op, man. In de water. De verdreden.